è forte, eh? Welkom bij Haagse Tafereelen vanuit onze vaste restaurant Piazza di Italia in Wassenaar. Daar spreken we iedere keer met een speler. Het kan ook de trainer zijn of wie dan ook van ADO Den Haag. Hapje, drankje, gezellig. Kijk mee! Deze keer, ja, kan haast niet anders. Hij scoorde van de week nog. Mike Verduinen, gaan we gezellig wat eten. Hij is geen grote eter. Maar ja, ik ben Italiaan natuurlijk, dus ik ga hem proberen te voeren, hè. Maandag kwam je thuis en of voor zondag kwam je thuis. Ja, hoe laat was je thuis? Even kijken, ik denk, ja, het was 2 uurtje rijden, ik denk een uur of zes. Oh, je was ook wel 6 uur zo bezig. Ja, wij ook. 6:30 waren we in Den Haag. Zoiets, ik weet niet meer precies, zoiets was het wel, ja. Ga je dan meteen eten? Is het even van de honger of heb je al wat eten gehad? Ja, in de bus krijg je altijd een broodje of... Ze ging gelijk naar huis. En, hoe was de stemming? In de bus? Ja, ja, wel gezellig natuurlijk. Beter? Ja, 3 punten, de eerste. Dus gezellige sfeer. Nog een beetje voetbal gekeken natuurlijk. Kijken jullie de bus van voetbal? Ja. Hoezo hebben jullie dat? Ja, het tv'tje, Eredivisie live en dan... dat kreeg je gewoon ontvangen in de bus? Ja, af en toe stort hij een beetje, maar... Oké, dat hebben wij niet hoor. Nee. Welke buurt woon je? Ik woon nu in Pijnakker. Pijnakker? Ja. Oké. Dus dan is er een knappe rit hier naartoe. Ja, nou, het was half uurtje. Oké, we hebben er net zo lang over gedaan, we komen uit Den Haag. Ja. Oh, je rijdt via Voorschoten dan of zo? Ik ging naar A13. Toen A12. Oké. Nou, even voorstellen, maat. Dus Pierino, dus mijn kameraad. Goedemiddag. Hij is de masterkok, zeg maar. We gaan lekker koken voor alle spelers. Ja. Nu. En deze Italiaanse power eten erin. Italiaanse taferelen! Daar zitten we dan. Taferelen. Hey, wat gaan we eten? Alberto, ik denk dat ik een tortellini ga maken met spinazie. Wat ik al zei, Italiaanse krachtvoer. Oké. Ik kan die wel gebruiken. Want Mike, die hebt krachtvoer nodig? Dat denk ik wel, ja. Ja? Hij is goed bezig, maar het kan altijd beter natuurlijk. Zondag, want jij bent ook ADO Den Haag fan. En, fantastisch. Hoe voor het doelpunt? Was dat een makkelijk doelpunt? Nee, spits doelpunt. Ja, hè? Ja. Echt een spitse doelpunt, ja, hè? Ja, is dat ook spits geweest? Ja. Ja, is een paar weken terug. Een paar weken? Ja. Van het restaurant, die gaan dit financieren, zeg maar, voor het ADO Journaal. Ja, zeker. Waarom is dat? Nou, we zijn ten eerste natuurlijk fans. En we zijn heel trots wat die jongens doen. Dus als wij er een steentje aan kunnen meedragen, dan doen we dat graag natuurlijk. Waarom zouden we de restaurant moeten eten? Ja, gewoon eerlijk Italiaans eten. Ja, gewoon het, als je echt Italiaans wil eten. Gewoon echt Italiaans eten, ja. Dan moet je wel zeggen, ik heb het thuis geleerd. Dus, ja. En ik weet het. En jij weet het. Ik weet het. Ik eet regelmatig bij je moedertje. Heerlijk, en terwijl zijn moeder is eigenlijk geen Italiaanse, zijn vader is Italiaans. Nee, maar ze heeft alles geleerd. Maar zij kennen echt ook... ik heb je vader ook nog wel eens, dat is misschien voor de milieumensen erg leuk om te vertellen. Had een hele bak, we hadden ze nog de zaak op het Geverduinenplein, een hele bak met vogeltjes. Maar gegrild, hè. Ja? Ik ben ook niet zo'n type, maar dat was lekker. Dus op een gegeven moment komt zijn vader aan en zijn broer Marco. Hey Marco... Zegt tegen Alberto, die doet Italiaans natuurlijk, zegt tegen Alberto dat hij ook wat overlaat voor die andere mensen. Dat is wat te knagen natuurlijk. Dus ja, ik ben blij dat we hier eens in de week, eens in de 2 weken gezellig met een speler een hapje kunnen doen. Ik ben benieuwd, lekker hoor. Ja? Ja. Nou, zou ik gaan beginnen? Ga jij maar beginnen, maat. Dan babbelen wij gezellig verder. Okay. Dankjewel. Je bent geen alcoholgebruiker, dat je aan de Fanta zit. Nooit? Nee. Nooit geen, heb je ook niet dat je in het weekend dat je met je vrienden weg bent en een biertje of zo? Nee. Ik ook niet hoor. Ik heb een biertje wel gelust. Maar ik geef er niet zoveel meer om. Ik heb nog wel eens dat we naar een uitwedstrijd gaan, dat we dan een drankje doen, weet je wel. Maar als je bij mij 3 drankjes erin gooit, dan ben ik letter gestoord. Ja, Maar ik vind het knap als je als sportman, want je rookt niet, je drinkt niet. Nee. Nooit gedaan ook? Ja, ik heb wel... op feestjes of zo, dan dat je een keer een drankje neemt. Maar roken heb je nooit gedaan? Nee, roken nog nooit. Nooit geprobeerd. Uit wat voor nest kom je? Hoeveel mensen bestaat je familie? Ik heb een broer, eentje, die is 21. En, ja, die ken ik, die heb ik wel eens gezien. Precies. Ja.
En dan mijn moeder en mijn vader die zijn gescheiden. Dus... Jij zei, want dan zei ik tegen jou, ik zei, ja, en die ouders blij. En dan draaide jij er altijd al van, ja, de familie was onwijs blij. Ja. En toen dacht ik al, ja, dat zal wel wat zijn. Oké, die zijn gescheiden, dat is geen schande, want dat komt in de beste families voor natuurlijk. Ja, precies, en gewoon een goed contact. Dus, Oké, met je vader? Ja, allebei. Je moeder, die ken ik natuurlijk, die heb ik wel eens gesproken. Nee, allebei goed contact. En, Maar vind je het vervelend om daarover te hebben? Nee hoor. Is dat lang geleden of was je klein? Ja, ik was 3 jaar dus. Oké, dat is wel baat, hè? Ja. Dat is wel geen vader, want ze hebben ook geen vriend of zo? Ja, sinds kort. Sinds kort, maar je bent opgegroeid zonder vader? Ja, in principe wel, maar ik ging al in het weekend dan naar mijn vader toe. En die ging wel met je mee naar de voetbal en zo? Ja, mijn moeder ook. En, De verstandhouding is goed? Ja, die is altijd goed geweest, dus beter. Dat is geen probleem. Beter, man. Ja, beter, dan? Veel beter. Of wie lijkt je? Lijkt je op je moeder of op je vader? Ja, ik heb van allebei wat. Ja? Ik heb van allebei wat. Ja, ik ben vrij rustig, vind ik zelf. Ja, vind je ook wel rustig. Een rustige jongen, dus... Ja, om nou te zeggen, op wie lijk ik het meest? Nee. Nee, maar misschien heb je dingetjes dat je zegt van... Ik ben gewoon gepikeerd, dat heb ik van die. Of ik heb... Of ik heb doorzettingsvermogen van mijn pa, ik noem maar wat. Nee, ik heb denk... Van allebei wat. Ja, echt van allebei wat. Dat zie je aan mijn broer bijvoorbeeld wel. Die heeft dan... die lijkt veel op mijn vader, altijd bezig en... Ja, handig, sleutelen, dat soort dingen. Dat is allemaal voor mijn broer en niks voor mij. Auto's, brommers. Ja, precies. Ik ken nog geen band plakken, bij wijze van. Heel slim, maar ja. Schone handen natuurlijk. Ja, precies. Dus in dat opzicht lijkt mijn broer wel wat meer op mijn vader dan ik misschien, maar... Van wie heb je het voetbaltalent? Nou, mijn moeder heeft gekorfbald vroeger en mijn vader deed aan waterpolo en nog andere sporten, maar voetbal... Maar in de familie zit er geen voetbal? Nee, dus dat is best apart. Wanneer wist je, op welke leeftijd ben je begonnen eigenlijk? Ja, van vijf jaar was ik. Welke leeftijd wist je dat je, denk ik, misschien wel hoger op kon komen? Ja, dat was denk ik begin van de D, misschien een beetje bij de E'tjes. Toen ben ik al een keer gescout door ADO en toen was ik er niet doorgekomen. En toen ben ik ook nog bij Feyenoord geweest, daar was het uiteindelijk ook niets geworden. En toen dacht ik van ja... Waar speelde je? Bij Die Hagen. Oh, Die Hagen? Ja. Oké. Daar heb je altijd gespeeld bij Die Hagen? Nee, toen ging ik verhuizen en toen bij Olivio. Oké. In Pijnaker en toen naar ADO, gelukkig. Ja. Want hoe lang ben je nu bij ADO? Dit wordt mijn derde jaar. Best snel dan dat je binnen zo'n korte tijd bij de club, bij het eerste aansluit. Ja, ik had niet verwacht dat het zo zou gaan. Dat hoop je natuurlijk wel, maar ja, het is vrij snel gegaan allemaal voor mij. Dan hebben we John Verhoek erbij. Ja. Dat is een... Ja, in principe is die gehaald waarschijnlijk voor de spits, denk ik. Is dat... Oh, daar staat hij ook bekend om, jongen. Daar staat hij ook bekend om. Kun je dat even zien, maar die zijn lekker. Hij weet met een tomaatje, weet hij zulke lekkere dingen te doen. Ja, dat doen we wel mee, maat. Ja? Ja, dat doen we. Ja, ik wel in ieder geval. Een knoeien. Ja, is die goed? Nou, is warm nog. Ja? Nou, is die lekker. Weer met eten, man. We zijn nog niet op de kok. We zijn nog niet klaar. Jij mag eerst de gast natuurlijk. Ik ben belangrijke mensen. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel, maat. Waanzinnig. En hoe heet dit? Ja, dit zijn verse tortellini met ricotta en spinazie. Dus die, die tortellini's die komen niet uit een pakkie, weet je wel? Nee, die hebben ze zelf gemaakt. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Ja, zal ik lekker 2 glaasjes wijn inzetten? Nou, in ieder geval 1, maar hij drinkt geen alcohol. Ik drink niet. Oké, is goed. Nou, eet smakelijk. Bon appetit. Dan. Dankjewel. Ja, dank je. 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 Tel ik even langs de bek. We hadden nog mijn moeders terecht, hè? Maar sorry dat ze bel even een berichtje. Leek het toch maar op me. Jawel, hè. En dan weer. Ja, wat dat betreft hebben die Hofman en ik, die hebben elkaar gevonden, hoor. Ja? Ja, met eten, wij lusten alles, hoor. We hebben echt een beetje dezelfde, hè, dezelfde ideeën. Hoe lang doe je dit nou dan? Oh ja, dat wou ik je vertellen bij, bij dat Holland Sport. Mm. Was hij bij de Holland Sport en Koos ook erbij.
Pascal. En we komen daar binnen en ja, we konden ook nog eten. Zeebaars. Die zeebaars, Koos had ook bestellen, weet je, ook een zeebaars bestellen, zo'n vis. En je bent niet zo'n vis. Ik had het thuis gegeten, dus ik hoefde niks. Dus zo'n vis. Nou, die Koos die heeft er twee keer die vis opzij geschoven zo. En die had het wel gezien. En hij helemaal netjes, helemaal ontleed en echt, er was niks, alleen wat weg moest, het graasje en zo, dat had hij over. Hij kan echt goed eten ook. Ja? En netjes eten ook, hè? Ja, joh. Hij kan echt netjes eten ook. Ja, dat halen we eraf. Is het ook iets pittigs in, of niet? Nee. Ja, vind je? Nou ja, ik zei al, ik ben geen groot eten. Nee. Die spinazie die is, ik denk alleen een beetje, er zit wat kaas in. Wil je pizza? Nou, ik lust best een pizzaatje. Ja, gewoon een margarita. Nou, stoppen daarmee dan. Ga niet tegen je zin eten, man. Maar wat zou we... Waar zou Den Haag... Kijk, we hebben natuurlijk verleden jaar een onwijs goed seizoen gehad. Waar zou Den Haag dit jaar kunnen eindigen? Als je zo om je heen kijkt, wat we als spelers hebben nu, het team. En in principe, ja, er is wel wat weggegaan, maar er is ook wat moois gekomen, denk ik. Ja, ik denk dat het doel is bovenin het rechte rijtje, dat een real doel is. Ja, en dan hoop ik natuurlijk zelf dat we nog... Dat we vallen naar het linker rijtje onderin. Precies, en dat je dan misschien nog een gooi naar die play-offs kan doen. Ja, maar dat wordt lastig, dat weten we allemaal. Ja. Maar het zou wel heel mooi zijn. Met wie heb jij nou de meeste een klik? Ja, met al die gasten waarschijnlijk, maar... Ja, nou ook dan met Stanley en Kevin Visser vooral. Beetje jongens van je eigen leeftijd ook? Ja, precies. Ja, ik zit met de jonkies in één kleedkamer, dus... Hoe zitten jullie wel apart? Ja, je hebt in het oude stadion heb je eigenlijk drie kleedkamers. Oké. Okay. Ja, wij mogen daar niet komen, hè? Ah, oké. Okay. Nou ja, daar heb je eigenlijk drie kleedkamers. En die supporters, die willen dat wel weten. Ja, nou, je hebt dus drie kleedkamers. Ja, je mocht gewoon een plekje zoeken en ik zat met een beetje met de jonge jongens bij elkaar. Ja. Altijd gezellig, toch? Ja. Supporters van Den Haag, zijn dat denk ik de gekste, of de leukste, of de luidruchtigste, of de ludiekste? Ik vind het wel een geweldig publiek natuurlijk. Ja, ja. Spandoeken. Ja, precies. Ja. Ook toen De Rijk natuurlijk wegging. Ja. Nou, toen die wedstrijd tegen PSV hadden voor hem zo'n echt een prachtig spandoek natuurlijk. Ja. Ja, ik vond de mooiste Goodfellas. Ja, zo, ja, inderdaad. Echt, ja, daar hangt nog een poster van ook in bij de kleedkamer. Die is echt ongekend. Ja, die is echt heel mooi. Die had alles, weet je. Maar dat ook het gevoel bij het seizoen. Ja. Het seizoen was ook zo. Ja, zeker. Het is echt heel mooi spandoek. Ja. Ik bedoel, 24 jaar niet Europa ingegaan. Ja. Ik heb van alle twee die wedstrijden heb ik genoten. Ja, ik ook. Ook al is het dan niet allemaal goed afgelopen, maar ik heb genoten dat we... Kijk, dan komt mijn maat ze eten. Kijk eens. Alsjeblieft. Dankjewel. En waar is Margarita dan? Heb je zo je best hierop gedaan, maat? Eet jij het opeten? Dankjewel. Ik ga het opeten. Neem jij niet maar mee. Je ziet alleen op deze kamer iets aan het eten. Kijk, ik laat Maaike niet in de steek hoor, dat hij zijn eentje moet eten. Ik help hem wel. Pizza margarita? Ja. Is dat wat je neemt als je een pizza eet? Als ik een pizza eet, dan is het deze pizza. Margarita, oké. Ja. Veel andere dingen gaan er bij mij niet echt in. Maar margarita, dat is toch ook kaas en tomaat of zo? Ja. Maar dan lust je het wel. Toch anders, ja. Ja, ik vind dan tosti eet ik ook en een broodje kaas, dat laat ik ook liever liggen, dus. Ja. Gekke kaas. Ja, ik lust alles eigenlijk, hoor. Daarom heb ik natuurlijk ook zo'n goddelijk lichaam. Ja, natuurlijk. Maar je ziet dus wel dat ik getraind ben. Dat absoluut, absoluut. Okay. Ja, dat straalt er wel vanaf. Ja, dat straalt er zeker vanaf. Humor, hè? Sport, hè?